Misschien lijkt het gek, maar het is heel belangrijk om veel aandacht te besteden aan je voeten als je gaat zingen. Het is ook belangrijk voor de adem, ook om de onderste adem aan te spreken. Om te voelen hoe we staan of hoe we zitten en hoe we steun krijgen van onze ondergrond. Dus levendige voeten doen heel veel voor ons welbevinden, voor de adem en uiteindelijk ook voor de stem. Dus we gaan ook wat dingetjes met de voeten doen. Dus eerst maar eens een voet in de hand nemen en je voet begroeten. Dus ga hem gewoon vastpakken, verken je voet, voel hoe het met je voet is. Is die warm, is die koud, is het zacht, is het hard, waar voel je botjes, waar voel je spieren. En doe dat op een onbevangen manier, neem ook je je enkel mee. En voordat je iets heel specifieks gaat doen, doe je gewoon maar wat je handen uit zichzelf doen. Verken je voet en neem een beetje tijd om hem gewoon even helemaal te omvatten en te omhullen met je handen. Dus je ene hand die bedekt de voetzool, vanaf de pols tot en met de tenen. Dus de vingers en de tenen komen over elkaar. En de andere hand is aan de bovenkant. Dus de vingertoppen over de tenen. En de palm van de hand over de wreef. En neem dan eens een beetje tijd om dat te voelen, gewaar te worden wat daar is. En dan zul je misschien in eerste instantie bezig zijn om met je handen je voet te voelen. Want zo zijn we begonnen. En kijk dan eens of je het om kunt keren. Dus probeer eens met je voet je handen te voelen. Dat is misschien eventjes een raar idee, maar doe dat. Eventueel doe je je ogen dicht, zodat je gaat kijken van hey, voel ik mijn voet en hoe rusten mijn handen op mijn voet? Hoe voelt dat eigenlijk? Ja, en dat is niet zomaar een oefening, want nu ben je dus actief met je voet aan het voelen. Dus daar wordt je voet vanzelf levendiger van. Dan wordt het meer een levend deel van jouzelf. Want jij bent ook je voet. Je voet is geen ding. En zolang je voet nog een ding is, zolang je het als een ding beschouwt, dan zal de adem daar niet mee verbonden zijn. Juist wanneer voor jou de leving, de voet levend wordt, gaat dat ook verbinding krijgen met je adem. En dan zal je misschien meer adem in je buik of in je bekken gaan voelen. En straks als je je voet neerzet, zul je merken dat daar ook wat anders is. Nou, diepe zucht mag er altijd tussendoor komen. En zet dan eventjes je voet neer en ga dan eens het verschil voelen tussen je rechter en je linkervoet. Ja, met de linkervoet doen we hetzelfde. En ik doe het nog gewoon maar even uitgebreid voor. Een andere keer kan je het natuurlijk gewoon prima zonder filmpje doen. Ik ga weer mijn voet verkennen. Ik ga hem weer even gedag zeggen. En mijn trouwe onderduim. Ik tast hem af. Ik voel weer waar het warm en koud is. En waar het koud is, daar kan ik even een beetje wat meer strijken of wrijven of omvatten. En het wat warm maken met mijn handen. Dus mijn handen zijn daar ook actief. En natuurlijk, er is nog veel en veel meer te doen. Maar het is juist zo fijn om bij het simpele begroeten en het aftasten te beginnen. En dan leg ik ook hier weer mijn handen om mijn voet heen, dus de vingertoppen van beide handen, die liggen op de tenen. De handpalm van de ene hand, die ligt in de voetboog. En de handpalm van de andere hand, die ligt op de wreef. Het kan zijn dat jij net andersom begonnen bent met de andere voet. Ik noem geen links en rechts, maakt het niet zoveel uit. En hier weer, ik omvat mijn voet, ik
geeft als het ware een soort beschutting, een soort omhulling. En dan ga ik weer kijken of ik het om kan keren. Kan ik ook met mijn voet mijn hand voelen? Mijn handen voelen. Kan ik de onderste hand voelen op de voetzool? Voel ik de vingers, de handpalm, de pols, waar mijn hiel tegen drukt. En aan de bovenkant voel ik de vingers, voel ik waar de duim rust. Voel ik de handpalm op de wreef en misschien ook nog mijn arm tegen mijn onderbeen. Waarom nemen we dat niet ook even mee? En laat ik dat even tot mij doordringen. Geef dat tijd. Voel hoe lang dat fijn is om te doen en wanneer het genoeg is. Als je aandacht afdwaalt, dan is het genoeg. Kijk nog even, mag je adem vrij bewegen? Mag die meedoen? Ik merk dat die ook een beetje wordt afgeklemd in mijn buik, omdat mijn been dwars ligt. Maar ik ga hem juist wel goed voelen. Ik voel ook dat hij aangesproken wordt in het bekkengebied. Dat is helemaal prima. En ik voel met mijn voet mijn handen. Ik zet dan weer de voeten neer en voel even na. Hoe rusten mijn voeten op de grond? Hoe zit ik? Wat betekent dat voor de rest van mijn lijf? Ben ik er moe of slaperig van geworden? Ben ik rustig geworden? Zit ik nog heel erg te wiebelen? Kan ik mijn oprichting nog niet vinden of gaat dat juist vanzelf? Hoe voelen mijn handen? Ik merk dat mijn handen ook warm zijn geworden doordat ze actief aan het voelen waren. En het geeft mij een prettig gevoel dat ik heel nauwkeurig kan waarnemen hoe mijn voetzolen op de grond rusten. We gaan verder met een volgend stukje voeten. En dat stukje heet hielenlichten.